Goedemiddag allemaal. Hier in de Lik in Utrecht of online, voor wie daar zit te kijken. Welkom bij de derde, of is het inmiddels vierde, ik ben de tel kwijt, sessie in deze jubileumeditie van Open. Voor de alle nieuwkomers, en ik zie er nogal een aantal hier in de zaal. Mijn naam is Aldit Hunkar, Global Freestyle Multimedia Journalist. Ik ben de hele dag jullie moderator. Eerder vandaag ging het over de weg naar een gezonde leefomgeving en over diversiteit en inclusie. Er was ook nog een mini-college over het brein. Hebben jullie het allemaal meegekregen? Ja, was het wat? Ja toch? Ja, durf nu eens nee te zeggen. Later op de dag pakken we het heikele onderwerp verpakkingen op. Het gaat ook nog over water deze middag. Maar nu gaan we samen op zoek naar handvatten om klimaatneutraal te worden. Coca-Cola Nederland wil in 2040 klimaatneutraal zijn over de hele keten. Nou, dat zijn nogal ambities en dat gaat allemaal natuurlijk ook niet vanzelf. Daar zal een flinke dosis aanpassingsvermogen aan te pas moeten komen. Worden nut en noodzaak wel voldoende ingezien? Hoe zet je zo'n enorme ambitie om in actie voor de korte en ook de langere termijn? En hoe geef je die hele transitie vorm? Nou, daarover praat ik straks met mijn gasten hier aan tafel. Die zal ik dan ook voorstellen. Voorlopig luisteren ze hopelijk aandachtig mee. Ja, en zo niet dan toch. Dank je wel. Maar het gesprek wordt ook in beeld gebracht. We hebben twee tekenaars van de tekenmachine bij ons. Dag mannen, ik kom heel even jullie kant op. Ik geloof niet dat het in het draaiboek staat, maar ik doe het lekker toch. Justin en Antoine, ja. Jullie visualiseren gesprekken. Justin, wat is dat? Nou, we zitten bij events zoals deze om waar jullie het zo meteen over gaan hebben in beeld samen te vatten. Dus van elk onderwerp wat langskomt willen we een tekeningetje maken. En dat dan in plaats van notulen die je moet lezen, heb je dan een plaat waar je naar kan kijken. Eén plaat. En die geeft de hele sessie weer. Ja. Ja. Antoine, hoe ga je dan te werk? Nou, goed luisteren en hopen dat iedereen ook dingen zegt die een beetje coherent zijn. Ja, maar moet je dan alles weten over de onderwerpen? Of? Over het algemeen niet. We zitten natuurlijk vaak in dit soort sessies. Dus we maken wel veel besproken onderwerpen vaker mee. Je hebt al een template en dan ga je gewoon Coca-Cola logootje intekenen? Nee? Die hebben we zo. We hebben wel iets voorbereid alvast. Ja, aan de hand van het draaiboek. Ja. Nou, jullie gaan dus aan de slag en aan het einde komt daar iets uit. Dus dan kom ik je stakjes bij jullie terug. Ja. En nu ik toch hier sta, ik heb een charmante assistent vandaag. Mijn chatmaster Eva. En dat is voor alle vragen van de mensen online. Jullie hier moeten ook gewoon denken, ja, ik wil ook meepraten. En dat kan, er komt zo meteen hier een microfoon te staan. En op gezette tijden zeg ik, is er nog iemand die wat kwijt wil hier in de zaal? Dan loop je even naar de microfoon en dan komt het allemaal vanzelf voor elkaar. Zijn ze al een beetje frisky in de chat? Ja, nu zijn ze nog een beetje verlegen, dat komt nog wel. Dat komt vanzelf. Nou, ik zie jullie alle drie straks. Maar ik ga de sessie beginnen met mijn eerste gast. En dat is Maurits Groen, activist en ondernemer. Welkom, Maurits. Dankjewel. Volgens een groot dagblad ben je de groenste influencer van Nederland. Dat is nogal een titel. Gefeliciteerd daarmee. Je bent medeoprichter van tal van nieuwe bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Wakka Wakka, schiet me even te binnen. Do the bright thing. Allemaal leuke namen ook. En je verbindt ook sectoren met elkaar als het gaat om jouw missie om dit een betere wereld te maken voor ons allemaal. En dan ben je ook nog uitgever van allerlei boeken. Zo heb je bijvoorbeeld het boek Drawdown, dat ligt hier. Ja. Heb je naar Nederland gebracht. Een veelomvattend plan om de klimaatontwrichting het hoofd te bieden. Het is nogal gretig gelezen in Nederland, dit boek. Dacht je toen job done? Nou, helemaal niet. Oh. Kijk, een boek is niet kleurig bedrukt isolatiemateriaal. Een boek is iets om informatie uit op te zuigen om daarna in actie te komen. Ja. Het is ooit begonnen met het boek van Al Gore in Nederland, 2006. Ongelooflijk, ja. Ongemakkelijk waarheid. Dat niemand, geen enkele uitgever in Nederland, dat toen wilde uitgeven. Toen dacht ik van, dan word ik nu uitgever. Omdat het te controversieel was, of te moeilijk, of te lastig. Het was beide. Ja. Controversieel, complex, gaan we niet doen. Ik dacht, nou, dat kan niet waar zijn. Het was zo'n fantastisch boek, ik weet niet of je het gelezen hebt, maar het prachtige plaatjes, graphics, citaten, informatie. Ik dacht van jongens, dit is een enorm probleem, maar er zijn oplossingen. Dus ik heb dat boek toen naar Nederland gehaald, ja. Ook de film. En dat was tot mijn eigen aangename verrassing natuurlijk zo'n succes. Ik dacht van,
daar ga ik mee door. Als ik een boek tegenkom waarvan dat ik denk... wil? Dat moet... Nou ja, Drawdown... Kijk, dit is geschreven of eigenlijk samengesteld door Paul Hawken... die in Nederland niet zoveel mensen kennen... maar dat is echt een soort van ja, Einstein op het gebied van duurzaamheid... in de Verenigde Staten met hele grote bedrijven bezig geweest... om ze helemaal om te turnen. Die man die heeft met een paar duizend wetenschappers over de hele wereld... op een rij gezet, wat zijn nou de top 100 oplossingen tegen klimaatontwrichting? Ah. Gewoon onderzoek gedaan, jarenlang. Juist. Gewoon gekeken, kwantitatief... Wat heeft elektrische fietsen of windturbines of minder vlees eten? Wat helpt nou? En hoeveel helpt het? Dat is grappig. Dat staat hierin. Dat staat hier allemaal in. En zoals ik zei, heel veel mensen hebben het al gelezen. En dan vind ik het leuk, gewoon omdat ik ook een klein beetje disruptief ben. Dan wil ik toch hier met jullie. Ja, want wie heeft het gelezen? Oh, nu durven jullie niet. Ja. Maar we gaan testen. Even multiple choice, dus echt ontzettende buil kun je ook niet vallen. Wat zijn de 3 meest belangrijke oplossingen om klimaatverandering te bestrijden? Ik geef jullie dus 5 oplossingen. Die gaan we in beeld zien. 1. Koelmiddelen. Mensen thuis ook meedoen, hè? Koelmiddelen, onderwijs voor meisjes, voedselverspilling tegengaan, windturbines op land of... plantenrijk dieet. Die 5 geef ik je en dan wil ik weten... wat zijn de 3 beste oplossingen van die 5... om klimaatverandering tegen te gaan. Koelmiddelen, onderwijs voor meisjes... voedselverspilling tegengaan... windturbines op land... of een plantenrijk dieet. Ga je gang, vul het in. Oh, jullie zijn al druk bezig. Even kijken wat hier allemaal staat. Ja, ze zeggen allemaal een plantenrijk dieet... Zo ziet het er op dit moment uit. Nou, ik laat het nog heel even vol lopen. Ja, het gaat niet heel erg mee veranderen, denk ik. Nou, dit is dus niet waar. Ja, plantenrijk dieet staat op 4 van de oplossingen, dus niet in de top 3. Op 1 van de oplossingen staat koelmiddelen. Op 2 staat windturbines, al dan niet op land. En op 3 staat voedselverspilling tegengaan. Dus toch wat anders dan de mensen denken. En dit zijn welwillende mensen. Ze hebben geleerd, ze zijn al klimaatbewust, anders zaten ze hier niet. Dus wat zegt deze uitkomst jou, Maurits? Nou, 2 dingen. Om te beginnen zeg ik altijd bij dit boek. De bijsluiter is, lees nooit meer dan 2 pagina's per dag. Anders krijg je een overdosis informatie en inspiratie. En bovendien ga je op een gegeven moment dan bladeren. En denk je, oh, interessant. Maar als je het boek uit hebt, inderdaad 2 pagina's per dag, 4 misschien... dan heb je echt een PhD in duurzaamheid. Ja. Want het gaat over, je noemde net al eventjes onderwijs aan meisjes. Wat heeft dat dan met klimaatontwrichting te maken? Nou, als meisjes geen 10 kinderen krijgen van de helft doodgaan, maar 5, dan hebben ze een leven. Al die kinderen die toch geen leven hebben, die hebben wel aanslag gedaan op alle grondstoffen, huisvesting, kleding, energie, noem het allemaal maar op. Echt een rampzalige ontwikkeling. Je kunt beter mensen die geboren worden ook een fatsoenlijk leven kunnen geven. Dat is beter voor de moeders, maar ook voor de kinderen. En uiteindelijk ook voor het klimaat. En uiteindelijk enorm voor het klimaat, omdat de footprint van al die wereldburgers, die dus eigenlijk maar een heel akelig leven leiden, toch zodanig is dat dat op nummer 6 is van de top 100. Dus dat is veel meer dan zonnepanelen, om maar zo te noemen. Of elektrische auto's, of nou, noem ze allemaal maar op. Dus ik doe, bizar. Ik doe het vrij goed dan als kinderloze vrouw. Ja, elk kind is natuurlijk welkom, maar het moet wel een welkom kind zijn... wat ook een fatsoenlijk leven tegemoet helder, zou kunnen. Helder, ja. We hebben trouwens 5 exemplaren van dit boek. En die, ja, jammer voor de mensen online, die gaan we geven aan mensen die hier zijn. Ja, hadden jullie toch maar moeten komen vandaag naar de Lik in Utrecht. 5 exemplaren als je strakjes een goede reden kunt opgeven... waarom jij vindt dat jij dit boek moet hebben. Dan krijg je 1 exemplaar. Ja, dus dat gaan we strakjes... weggeven. Even kijken. Er is dus nog veel onwetendheid, Maurits. Zijn we wel genoeg doordrongen van de noodzaak van dit gesprek? Dat, die klimaatverandering. Er zijn nog steeds een hoop mensen die zeggen... ach, it's a hoax, zoek het maar uit met je corona en je klimaat. Dat gaat vaak samen, vreemd genoeg. Zijn mensen wel doordrongen van het feit dat er wat aan de hand is met het klimaat? Ja, kijk, mensen die nu nog ontkennen dat klimaatontwrichting is. Soms noemen mensen dat klimaatverandering. Vergeet dat woord, het is ontwrichting. Dan hebben we het gelijk waar het over gaat.
geen idee, denk ik. Mensen hebben echt geen idee wat ons te wachten staat als we niet echt drastisch dingen gaan veranderen. En je noemde net al eventjes meer een plantenrijk dieet, dus minder vlees eten. Nummer 4, er zijn dus nog 3 daarvoor. En nummer 3 is het tegengaan van voedselverspilling. En dat weten we allemaal dat we dat eigenlijk niet meer moeten doen. Niet te veel moeten kopen, geen dingen moeten weggooien. Wanneer voedselverspilling een land was, dan was dat net zoveel uitstoot als China. Zeg het nog één keer, dat we het allemaal goed horen. Maar als voedselverspilling een land was, ja? Wat de hoeveelheid CO2-emissie was, dan was dat een land wat evenveel zou uitstoten als China. Met 1,3 miljard inwoners. Dit is alleen het voedsel dat we weggooien of wat het overblijft. Ja. Dat zijn nogal cijfers. Het is gigantisch. Ja. En dan zijn er dus nog 2, hè. Wind op land, wat je noemde, is nummer 2. En nummer 1 is koelmiddelen. En geen hond die dat begrijpt. Maar we hebben 1,7 miljard airco's waar gifgas in zit. Er zitten gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen zitten. Fluorgassen zitten erin. Dat is een familie van stoffen die 3000 tot 9000 keer krachtiger is als broeikasgassen CO2. 1,7 miljard airco's. Dat gaat met een factor 3 de komende decennia. Want het wordt warmer, wordt rijker. Dat moeten we als sodemieter veranderen. Nou is er een bedrijf in Nederland wat dat met nul uitstoot doet. Omdat ze met water koelen, H2O. En met 80% minder energiegebruik, wat ook belangrijk is. Omdat 10% van alle stroom op de hele wereld, die wordt opgewekt, 10% gaat naar koeling. En dat gaat dus naar 30% als we niks doen. En dat zijn kantoren, dat zijn hotelkamers. Is dat ook bij particulieren thuis, die airco inmiddels? Particulier overal. Want in Amerika zelfs in Nederland, weet ik dat, ja? Vroeger had je in Nederland airco in Nederland, bij helemaal alleen Amerikaanse hotelkamers had je dat. Dan moet je een winterjas aan doen. Zelfs in Nederland zijn vorig jaar 300.000 airco's gekocht. Mm. Dat wordt warmer. Moeten ze snel mogelijk veranderen. Ja, want ook dat, nog een ding. Hoe warmer het wordt, hoe meer airco's. En hoe meer airco's, hoe warmer het wordt. Toch? Dat is toch een vicieuze cirkel? Ja. Ja. Zijn jullie al een beetje optimistisch? Of denken jullie van, nou, nee, nee, wordt dit? 100 oplossingen. Ja, 100 oplossingen. Die 100 oplossingen kunnen het hele probleem oplossen. En dan denk je, kost dat geld? Nee. Het zijn investeringen die zichzelf meer dan 2 keer terugverdienen. Dat is ook uitgerekend. En om eens duizenden wetenschappers. Het kost 33 triljard euro, hoop geld. Triljard kan ik niet eens bedenken. Heel veel. Ja, heel veel. Maar het levert 77 triljard op. Dus je denkt van, jongens, we lossen het probleem op. En het levert een hele hoeveelheid geld op. En we besparen op alle onkosten die we maken om de rampen die als we het niet doen, om die gewoon op te lossen. Dus zijn we eigenlijk niet stiekem al te laat? Je bent nooit te laat. Er is een Australische schrijver die ik ook een boek heb uitgegeven. Dat heet The Great Disruption. De grote ontwrichting. Ja, ontwrichting, ja. Ik heb het ooit vertaald, ook uitgegeven. Helden uit noodzaak. Onze generatie moet dit probleem oplossen, anders lost het probleem ons op. Die man die zei, het maakt ontzettend veel uit. Het is niet zo dat de mensheid helemaal gaat uitsterven. Het is ook niet dat er niks aan de hand is. Het is niet 0, het is niet 100. Maar waar wij op die 0 tot 100, op welke schaal waar wij komen, elk puntje telt. Elk puntje zijn 100 miljoen mensenlevens. Dus alles is belangrijk om zo snel mogelijk te doen. Okay. En hoe eerder we optreden, hoe beter het is. Ik denk dat ik je nu meetroon naar de tafel, dat we gaan praten met onze gasten. Want daar gaat het precies om. Wat kunnen we doen? Wat moeten we doen? En wanneer beginnen we eraan? Oké. Aan tafel. Ja. Ja, verder aan tafel zit hier naast mij Marnix Kluiters. Hij is ecozoof en podcastmaker. Tanja Dik zit naast Maurits. Zij is CEO van de Johan Cruijff Arena. Wouter Staal zit helemaal bijna aan de kop. Eigenaar en oprichter van wat vroeger Yoghurtbarn heette, nu gewoon YB, heb ik begrepen. Lekker makkelijk. En in het midden zit Jaap Wassink. En hij is vice president en country director van Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Welkom allemaal. Nog even een vraag aan Maurits. Jij bent sinds de jaren 70 actief op dit gebied. Maar je hebt heel veel petten opgehad wat dat betreft. Steeds wel op zoek naar hetzelfde. En dan vraag ik je nu even, welke pet heeft de samenleving nodig om te komen waar we heen moeten? We moeten in actie komen. Actie. Alle mogelijkheden zijn er. Ze zijn vaak rendabel. Ik heb het net al even aangegeven.
jongens, waarom doen we dat niet? Nou, dat ga ik nu vragen. Jongens, waarom doen we het niet? Ja, frustrerend, hè? Ja. Dat het niet gebeurt. Waarom gebeurt het? Alleen dit al. Stel, ik zou dat geld hebben en het rendeert 2 keer over x termijn. Dan zou ik het toch meteen doen. Waarom gebeurt het dan niet? Ik vraag het aan jou. Ja, omdat er heel veel krachten zijn die dat allemaal tegenwerken. Omdat wij zijn routinebeesten. Wij mensen, wij bedrijven, wij overheden, wij wie dan ook. Vul maar in. En we zijn gewend om te doen wat we deden. En dan is er een gezegd en dan krijg je wat je deed. Maar hoe lang zijn we nou al aan het zeggen van we deden het altijd zo en het werkte toen, maar het werkt niet meer en toch doen we het. Ja, zeker. Ja. Ik merk het heel erg als ik het naar onszelf betrek over plantaardig nummertje 4. Hoe makkelijk is het als je weer een appje van de buurman krijgt voor de barbecue, dieetwensen? Ja, ik vind het toch wel lekker. Dus ik neem vlees. Dat gesprek met jezelf in die spiegel, die gaat iedereen een keer krijgen over vliegschaamte, over fashion, over vlees, over zuivel. Wanneer komt dat gesprek en durf je op te staan? Voor je eigen... Voor je eigen beslissing wat dat betreft. Tanja, voel jij je activist? Nou, activist vind ik... Je te vies woord. Je keek er echt heel vies bij. Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk vind ik namelijk mensen die heel activistisch zijn, kan ik heel erg jaloers op zijn. Omdat je namelijk dan daar heel veel voor opzij zet. En ik merk ook dat je het ook wel heel veel balanceert vanuit je persoonlijke drive, die er echt is. Hè, zowel thuis als wat ik aan de kinderen meegeef. Haal het maar bij Vinted. En dus alle dingen die je vanuit je intrinsieke gedrevenheid meegeeft. En wat je in het bedrijfsleven tegenkomt. Dus je balanceert het. Ik ben heel blij dat er heel veel activistische mensen zijn die daar de hele dag mee bezig zijn. Dan hoef jij het niet te doen, bedoel je? Nee, dat zegt nee, juist nee, niet. Nee, oh. Want ik in mijn omgeving waar ik het kan doen, doe ik het wel degelijk. En als je kijkt naar de Johan Cruijff Arena, wat je kan denken, nou, het is gewoon een voetbalstadion. Nee, we zijn meer dan een stadion. In iedere klein facet waar wij kunnen, veranderen we. We zijn even de eerste met de zonnepanelen, de eerste met een grote batterij, waarin we energie kunnen opslaan die we teruggeven. Dus op ieder klein stukje waar we het kunnen doen. Eindcontract, cateraar. Ja. Er komt een cateraar die echt duurzaamheid in zijn venen heeft. Dus je kunt ook vanuit je bedrijfskundige omgeving, vanuit je corporate plek, kan je juist veel veranderen. Eigenlijk een beetje wat Wouter zegt, begin op je eigen vierkante millimeter. Maar het begint bij jezelf. Dat als je intrinsiek zelf niet, als er een CEO zit of een algemeen manager of wie dan ook die zelf niet betrokken is, dan krijg je een andere, dan gebeurt er niks in de onderneming. Dus ik geloof dat je het begint bij wat je zelf ervaart, waar je zelf door gedreven wordt. Ja. Hoe zit het bij jou, Jaap? Voel je een beetje activist? Of denk je van, nou, daar hebben we mensen voor. We hebben de activistische afdeling van Coca-Cola. Nee? Nou, ik ben wel blij dat... een van de lichtpunten die ik zie is wel de volgende generatie. Die gewoon activistischer is, denk ik, dan mijn generatie. Ik denk dat het in mijn generatie niet heel veel activisten zaten. En ik ben wel optimistisch voor de volgende generatie. Tegelijkertijd gebeurt er nu ook wel veel. En met mij ook. Ik kan me herinneren toen ik op het dossier begon in mijn rol 7 jaar geleden. Toen werd ik, als ik eerlijk ben, was ik niet ontzettend intrinsiek gemotiveerd. Toen dacht ik, nee, ik moet die dingen aanpakken. Want ik ben hier op deze stoel gezet om dit bedrijf te laten groeien. En dit is een horde op weg naar groei. Want anders wordt die groei me niet gegund. Maar dat is nu wel anders. Hè. Dat zit er nog steeds wel een beetje in, dat je extern gemotiveerd wordt. Maar het is ook gewoon heel leuk gebleken. Er zit heel veel passie in het bedrijf op juist dat onderwerp. En ik heb ze ook. Maar dat is ook. Als ik 20 jaar geleden tegen mensen zei. Ik werk bij Coca-Cola. Dan zeiden ze: oh, wat leuk, vertel eens. En ken je die geheime formule en zo? En vertel eens wat van het bedrijf. Dat is allemaal hartstikke leuk. Nu, als ik op zaterdag langs de lijn bij met mijn ventje naar het voetbal. En ik zeg: ik werk bij Coca-Cola. Dan is het zo. Nou, dat is misschien best een pittige job, want zeg, hoe zit dat met zwerfafval en met suiker? Dus je hebt die reis zelf ook meegemaakt. En op een gegeven moment, dan kijk je om je heen en dan zeg je, nee, ik wil heel graag een soort verschil maken. Ik denk dat het een universele behoefte is van mensen om ergens een verschil te maken. Ja. Ik zou heel graag wat niet iedereen ter wereld vandaag ziet, dat dit bedrijf een force for good kan zijn. Nou, daar gaan we het echt heus wel over hebben in deze sessie. Even naar Marnix, Ecosof. Wat was voor jou het kantelpunt om hiermee aan de slag te gaan?
Ja, met duurzaamheid in zijn geheel of het klimaatprobleem? Ja, klimaatprobleem. Dat linkt natuurlijk ook weer allemaal aan elkaar. Nou, ik ben ooit in een stage terechtgekomen, 2 jaar nadat ik heel slechtziend ben geworden. En toen had ik echt zoiets van, wat zijn we aan het doen? Dat ging alleen maar om die grote bedragen, heel gechargeerd gezegd. En die zijn natuurlijk heel belangrijk, zeker als groen doen gewoon veel meer oplevert dan het kost. Want het zijn natuurlijk investeringen. Maar toen dacht ik wel, volgens mij kunnen wij, als we al onze arbeidskracht gaan instellen of inzetten voor de uitdaging waar we voor staan in deze wereld, we komen een stuk verder dan dat we het inzetten om bij te dragen dat die uitdagingen alleen maar groter worden. En ik heb nog wel mijn vraagtekens bij of en hoe we dat op dit moment aan het doen zijn. Oh, ik hoop dat je de pasklaar antwoord had. Dat heb je dus niet. Zeker niet. Jammer. Daar ben ik wel heel hoopvol in het boek wat Maurits weer aanraden. Oh, dus dan moet jij een goede reden. Nou ja, hij heeft nu een goede reden opgegeven, denk ik. Nou ja, ik ga daar niet over. Ja. Wat ik wel heel interessant vond, ook vanuit waar ik naar kijk, en dat is eigenlijk het snijvlak van economie, ecologie en filosofie, is dat die beprijzing wordt genoemd. Maar ik hoorde ook in een interview van jou terug, Jaap, dat volgens mij jullie ook zeiden van, we doen, en je noemde net ook al intrinsieke motivatie, we willen iets veel liever vanuit intrinsieke motivatie doen dan vanuit bijvoorbeeld wetgeving. Dus als er een fiscale maatregel komt om het aantal verpakkingen terug te dringen. En wat heel interessant daarin ook is, is dat vanuit de psychologie ook blijkt dat als die motivatie intrinsiek is, dat het veel stabieler is. Want op het moment dat je de fiscale maatregel weer weghaalt, dan valt ook het gedrag weer terug. Maar hoe kom je tot intrinsieke motivatie? Ik bedoel, dat moet toch ergens aangewakkerd worden? Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Hoe is dat bij jou veranderd dan, Jaap? Nou, ja, heel simpel gezegd. Het is leuk om bij de goeie te horen. Het is leuk om te kijken of je een probleem wat best groot is maatschappelijk, of je aan de goede kant van de streep kunt staan. Dat je gezien wordt als iemand die je helpt, in plaats van iemand die het erger maakt. Ja, die het erger of minder goed. Dat is gewoon een leukere positie. Ja. Maar zijn dat ook vragen die jij je stelt? Of je aan de goede kant van de geschiedenis zeg maar staat? Maurits noemt het al, de klimaatontwrichting. Daar heb je een vrij grote rol in als Coca-Cola zijnde. Ja. Nee, dat is wel iets wat ik me dagelijks afvraag. En waar ook gewoon twijfel zit. Het is een heel groot bedrijf. We verkopen 7 miljoen drankjes per dag. Dus dat is heel veel. En die zitten soms in plastic en er zit soms suiker in. Dus aan welke kant van die streep sta je? Tegelijkertijd hebben we nu gezegd dat we in 2040, dus een decennium eerder dan de internationale afspraak, klimaatneutraal. Onze fabriek is volgend jaar klimaatneutraal. Dat is echt een grote stap. Een van de eerste fabrieken in Nederland. Al onze vrachtwagens, 100, 200 per dag. Die rijden op HVO 100. Dus we doen wel wat. En tegen die doelstelling zijn we echt goed bezig. En toch vraag ik me dagelijks af of het genoeg is. Als je die vraag stelt, heb je hem ook beantwoord? Nou, misschien ben ik over een half uur een stuk verder. Met het gemeenschappelijk oordeel van de zaal en van de mensen thuis. Mm. De simpele is, ben ik in lijn? Zorg ik dat het, of help ik, om het bedrijf in 2050, dus klimaat, want dat is de internationale afspraak. Ja, dat is en 10 jaar eerder. En dat is het begin, vind ik wel, voor mezelf, dat je een heel klein beetje aan de goede kant van de streep komt. En ik vind dat er wel veel dingen gebeuren. Het klinkt bijna een beetje als compensatiedrang. Vind je? Ja. Ja. Ja, nou ja, ik vind het ook geen slechte vraag. Ja, maar is dat een slechte motivatie? Of nee, dat zeg ik niet. Ik vind het gewoon heel leuk, omdat ik denk dat we goed op weg zijn. Want ik denk ook dat er meer is. En ik vraag me inderdaad dagelijks af, want dat was de vraag. Ja. Doe ik genoeg? Doet het bedrijf waar ik voor werk genoeg? En dat is eigenlijk ook uiteindelijk de reden waarom we deze sessies organiseren. Om een duw te krijgen. Want grote bedrijven. Nou, even naar je buurman, Wouter, YB. Wat was het kantelpunt bij jullie? Waarom zijn jullie geswitcht? Nou, als je het hebt over intrinsieke motivatie, dan kan ik ook wel een boekje open doen. Wij zijn 10 jaar geleden begonnen. We bestaan vandaag 10 jaar. En daarom heten wij YB, omdat vanaf vandaag ook geen zuivel, dierlijk, meer in ons menu zit. Dus ook croissantjes, patisserie, alles is plantaardig. Maar als we dat heel groot gaan aankondigen, dan zijn de toko's leeg. Want dat heeft de perceptie, dat is minder lekker. Dus wij willen laten zien dat het kan. Dat je gaat, dus je gaat gewoon dat verkopen en dan mensen komen terug en weet je wel dat er helemaal niet enkel zuivel in. Ja. Ja. En we waren al vegetarisch en nu dus plantaardig. Maar hoe is dat gekomen? We zijn 10 jaar geleden begonnen met het idee van frozen yoghurt in het buitenland naar yoghurt. We eten de meeste yoghurt ter wereld in Nederland.
En nou ja, we doen niks met zuivel. Er bestaat geen horecaconcept, dus dat was het idee. Alleen als je dan gaat verdiepen in dat concept... ja, wij we hadden toen al het idee, we gaan groot worden in keten... en dan ga je honderden, duizenden liters aan zuivel afnemen. Waar komt die zuivel vandaan? Van de boeren? Nee, van de zwangere koeien die dus continu zwanger gemaakt moeten worden... en de kalfjes worden er weggehaald. En is dat heel erg natuurlijk? Is de boer daar ook blij mee? We zitten in een systeem waarbij dat nu heel gevoelig is, maar daar zijn oplossingen voor. Ik wil niet zeggen dat wij de oplossing zijn. Maar elke keer als wij naar een boer gingen, dan tuurlijk, die heeft liefde voor de koeien. Maar die wordt ergens naartoe geduwd om te optimaliseren. Meer koeien, meer, voor minder marge. En er is dierenleed. Dus het dier is... zeg maar de cola-formule. En dan heb ik zoiets van, ja, ik heb een paar jaar weg kunnen kijken... maar ik schaam mij kapot nu achteraf dat ik 10 jaar lang zoveel zuivel heb afgenomen. En ben dus blij dat we nu eindelijk elkaar in de spiegel aan kunnen kijken. Mevrouw en ik. Van, het zwarte randje is eraf. Nou, gefeliciteerd op dat gebied. Heel fijn. Tanja, zijn er ook dingen waar jij je dan kapot voor geschaamd hebt in het verleden? En waarvan je denkt, nou, dat doen we nu echt helemaal anders? Nou, als je kijkt naar het product op zichzelf... of het nou naar een voetbalwedstrijd is of naar een concert... dan komen gewoon zelfs mensen ingevlogen als het om concerten gaat. Mensen komen vanuit over de hele wereld. Of mensen komen uit heel Nederland, komen naar één locatie. Dus de basisvraag is, hoe gaan we met elkaar van sport genieten... en hoe gaan we met elkaar van concerten genieten? En ja, even... want alleen al naar jouw stadion komen... is niet helemaal klimaatneutraal natuurlijk te noemen. Nee, en als dan, dan kunnen we het heel erg hebben over... is infrastructuur toereikend, hè? En heeft NS de mogelijkheid om altijd naar de arena te rijden? En we kunnen allerlei dingen bijhalen. We zijn van heel veel dingen afhankelijk. Maar als je het gewoon even bij de basis... zijn we natuurlijk ook nu in gesprek... Wat is nu bijvoorbeeld een Coldplay, die is gelukkig een band die praat over willen graag, liever zo zelfs nog niet alleen neutraal, maar plus zijn als band. Maar ja, als jij als band al met al je spullen gaat vliegen van over de hele wereld, en dan kan je het wel compenseren door een bos te planten, maar je kunt ook jezelf afvragen, en dat is wat we ook met hen aan het doen zijn, kun je ook echt je hele systeem op een andere manier inrichten? Kunnen we met elkaar, zonder dat het live verliest... Hè, want dan gaan we andere dingen problemen creëren... als we ook de live encounters niet meer hebben. Mensen worden blij van muziek en met elkaar festivals beleven. Maar op welke manier gaan we daar wel invulling aan geven? Dus het basisproduct, hiervoor werd ik bij Schiphol. Het basisproduct... Even tussendoor, ja. Wat zei je? Ja. En dat is ook, hè, dus ook daar, het basisproduct is vliegen en vervuilend. En tegelijkertijd kan je dus daar op grote schaal wel een bijdrage leveren. Als je intrinsiek anders wil, als je intrinsiek... de organisatie zo verandert dat ja, het product is in basis mensen bij elkaar brengen om te genieten van een voetbalwedstrijd. Wat ook heel veel andere dingen en mooie dingen met zich meebrengt. Want sport verbroedert en brengt heel veel andere mooie dingen. Maar het basisproduct moet al anders. En dan kunnen wij batterijen... Maar wat kun je met je stadion dan doen als ander basisproduct dan jouw voetbalwedstrijden? Nee, niet. En op het moment dat we het anders gaan inregelen. Mm-hmm. Maar dat betekent misschien dat je met elkaar moet zeggen, we gaan het systeem van over en weer naar elkaar toe spelen veranderen. Of we gaan alleen maar voor... Je kan alleen maar naar jouw voetbalpartij komen als je met de fiets kan komen. En het is je lokale club. En dat is makkelijker bij voetbal, denk ik, dan nog bij concerten. En tegelijkertijd, zonder het product in basis, waar het ook weer een doel dient. Want we hebben het nu over het klimaat en we hebben het niet over inclusie en saamhorigheid en het weghalen van individualisme. En dat je met elkaar mooie dingen kan doen. Dus je wil ook wel een deel blijven behouden. Maar dan wel op die manier dat we een veel kleinere voetdruk afdrukken. En dat is een dagelijks gesprek die we hebben met onze mensen, met de partners, de organisatoren, met onze leveranciers. Hoe kunnen we nou zorgen dat we met aan- en afrijden... werk jij met die leverancier, maar wij met die. Dat hebben we afspraak. We werken allemaal met dezelfde leverancier. Dus die hele keten? De hele keten. Ja. Zodat we maar één ritje hebben in plaats van twee. Ja. En die leverancier leidt al elektrisch. Dus we gaan niet met ook nog een keer een vrachtwagen ernaast rijden. Ja. Maurits, ik zie je van opzij. Dus ik weet niet wat ik voor gezichtsuitdrukking zie. Reageer even op Tanja. Want... Nou, wat ik leuk vind aan deze tafel is dat iedereen vanuit zijn eigen bedrijf... bezig is om na te denken, hoe kan ik het beter doen? Sterker nog,
hoe zou ik het, als ik een paar stappen terug doe, goed kunnen doen? Want goed is altijd nog weer veel beter dan beter. Hè? Beter is misschien minder slecht. Maar als je, zoals bij Yoghurt Bar, dan zit het notabene in je naam, yoghurt. Ik bedoel, dat is zuivel. Ik denk van, wacht even, klopt niet. We willen mensen goede voeding bieden, smakelijke voeding bieden. Maar ja, dit kan niet meer. Hoe gaan we dat helemaal omturnen? Het geldt voor Coca-Cola, denk ik, precies hetzelfde. Het is begonnen als een suikerdrankje. Nou, suiker in teveel is niet goed. Dat is natuurlijk aan consumenten individueel. Maar het zit onder in plastic, dat werd weggegooid. Daar moeten we gewoon echt wat aan gaan doen. Los van het feit dat jullie ook nog allerlei andere dranken maken. We zijn een regimespeler, we zijn een hele grote partij. We kunnen wel onszelf opheffen, maar ja, dan hebben mensen nog steeds behoefte om te drinken, voedingsmiddelen tot zich te nemen. Hoe kunnen we met de middelen die we hebben, mensen, organisatie, locaties, infrastructuur, naam, hoe kunnen we onszelf heruitvinden om de goede dingen te doen? Precies met jullie. Ik bedoel, een stadion is iets waar je naartoe gaat, dus er is een per definitie verplaatsing. Ja, als je erover gaat nadenken hoe je dat beter kunt doen, dan dat zit tot in de haarvaten van een bedrijf. Precies wat jij zegt, dat is ook leuk om uit te denken, je vakmanschap, vakmenschap uit te dagen. Van hoe kunnen we vanuit de positie waar we zitten iets nieuws brengen, ja. Het gewoon echt beter doen waardoor het eigenlijk goed is. Ja, want nieuw. We zitten wel met z'n allen al decennia vast in het paradigma van de eeuwige groei. De economie moet maar groeien en groeien. Ik denk wel eens, waar moet dat dan eindigen? Hoe groot moet je zijn? Hoe groot moet een bedrijf zijn? Hoeveel geld moet een CEO verdienen? Ik bedoel, daar moeten toch grenzen aan zijn? Of niet? Maar niks. Moeten we daar niet vanaf? Ja, ik denk van wel. Ik denk ook dat het lastig wordt om alsmaar te blijven groeien als frisdrankgigant. Want je kunt natuurlijk ook niet... Als iedereen 1 liter frisdrank per dag zou drinken, dan wordt het denk ik moeilijk om er 2 van te maken. Maar dat kent natuurlijk sowieso zijn grenzen. Want qua ingrediënten en de druk die je op de aarde uitoefent, past dat ook gewoon allemaal niet. En ik denk, en daar probeer ik vanuit de Ecosofie-podcast ook heel erg vanuit te denken, laten we starten vanuit die ecologische grenzen. Dus kijken, wat is die ecologische, wat is er beschikbaar? Ecologische groei. Ja, nou, niet per groei, want er mag wel heel wat meer natuur weer bij komen. Dus dat moet ook groeien. Maar er zijn ook gewoon grenzen. Je hebt de planetaire grenzen. Dus daar is eigenlijk een zone gedefinieerd, 9 planetaire grenzen, waarbinnen we moeten blijven om als mensheid te kunnen floreren. Dus dat gaat nog niet eens over de panda's, et cetera. Die hebben we overigens wel nodig, alle biodiversiteit, om hier goed te kunnen leven. Want ja, we zijn afhankelijk van alles wat de natuur ons geeft. En die moeten we denk ik centraal zetten. En dan kunnen we kijken wat er beschikbaar is en hoe we dat kunnen verdelen. Ja. En daar zitten ook allerlei rechtvaardigheidscomponenten aan. Want als ik David Attenborough moet geloven, en dat doe ik, dan ziet het er toch best wel heel ernstig uit. Met allerlei diersoorten die per dag gewoon aan het uitsterven zijn. En ja, het gaat niet de goede kant op. Nee. Dus we zullen ook wel fundamenteel anders moeten gaan doen. En dat vond ik ook wel interessant in de discussie die er net was over het kernproduct. En daar ben ik ook wel benieuwd naar, want ik heb heel veel van jullie stukken ook gelezen, Jaap, op de site. Maar dan zie ik ook heel veel dat het gaat over aan de achterkant, van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie, wat heel goed is natuurlijk. Recyclebare verpakkingen. Maar dat is in principe iets waar de consument natuurlijk niet veel van hoeft te merken als jullie dat goed doen. Zijn er niet radicalere vernieuwingen mogelijk waarin de consument ook, waarin jullie als grootste marketinggigant misschien wel ter wereld ook de consument beter qua bewustzijn helpen? Waarmee het product ook wat radicaler veranderd wordt? Nou ja, ga er maar aan staan. Ja, zoal. Heb je een richting waar je aan zat te denken? Of? Zeker. Ik las Social Enterprise, Roze Bunker uit mijn hoofd. En die zeggen, het water stroomt in Nederland allemaal door de waterleidingen. Volgens mij is van cola het hoofdbestanddeel ook water. Ik weet niet helemaal hoe dat zit, omdat er ook prik bij zit. Maar je verkoopt natuurlijk ook heel veel dranken waar geen koolzuur in zit. Lijkt me dat ook, als je nou kijkt naar verpakkingen en vervoer, dat daar een heel groot gedeelte ook verloren gaat. Ja, aan, nou hebben we wel een sessie water en een sessie verpakkingen nog vandaag op de... Ik wil het even... Ja, als je het hebt over de koolstofuitstoot, dan is ook 1/3 van jullie koolstofuitstoot gerelateerd aan verpakkingen. Dus ik denk dat het wel zinvol is om daarover na te denken hoe dat naar beneden kan.
Ja, daar zijn we dus ontzettend mee bezig. Hè. En de dichtbijzijnse stap, die klein is en niet zo disruptief als jij denk ik bedoelt, was om al ons plastic van gerecycled PET. Dat is echt wel een grote stap. Daar investeren we miljoenen in per jaar. De vraag die jij stelt, waar we ook mee bezig zijn, waar we nog niet de precieze antwoorden op hebben, we doen de pilots mee, kunnen we het zonder verpakking? Ja, dus ja, jij suggereert dat het door de waterleiding gaat. Ik vind dat best een leuk idee. Vrienden, ik wil even af van verpakkingen, want anders heb ik straks al mijn kruid verschoten voor de sessie die nog moet komen. Mijn vraag was die economische groei waar we met z'n allen zo totaal op gefixeerd zijn. Ja. Maar er zijn nog heel veel aanleidingen. Mag ik daar wat over zeggen? Nou, in relatie tot jij zegt van... Je mag zo, Tanja. Nee, Maurits eerst, Tanja tweede. Ja. En ik derde. Zal ik kort aan? Ja. Je vroeg net van, zijn we er voldoende van doordrongen van de ernst van het probleem? Als dat hieraan mag relateren. Je kent misschien het begrip Earth Overshoot Day. De dag in het jaar waarop die we... Die was al in juli dit jaar. In 1970... was het op 29 december dat we al ons inkomen, zal ik maar zeggen, het natuurlijke inkomen, wat we van de aarde kunnen krijgen om daar tot in lengte van jaren mee door te gaan, was dat op. Dus 2 dagen zaten we in het rood. Inmiddels zitten we op 29 juli. Ja. Dus we zijn al 52 jaar bezig om te veel te vragen van de aarde. En steeds meer dus. En dat gaat steeds terug. Dus stel dat je inkomen op 1 januari op je rekening gestort zou krijgen. En je bent er al op 29 juli doorheen. En dat hou je 50 jaar vol. Nou, die deurwaarder staat op de stoep op een gegeven moment. Hè? 50 jaar. In Nederland is dat geen 29 juli, het is mondiaal. In Nederland is dat al 19 februari, dames en heren. Dat wist ik niet. 19 februari. Dus even over de ernst van dit probleem. Als je op 19 februari geen inkomen hebt voor de rest van het jaar, dan moet je wel een verrekte grote bankrekening hebben om het vol te blijven houden. Oh, dus als je dat jaar daarna nog weer eerder je geld hebt uitgegeven, ja. Het houdt gewoon op. Dus over groei, jongens, we moeten eten, we moeten drinken, we moeten ons huisvesten, we moeten dat op zo'n andere manier gaan doen. Dus 19 februari, ja. Het is shocking, gewoon. Tanja, jij wilde nog wat zeggen? Nou, jij vroeg van, weet je, wat is dat groei? En ik denk dat daarin een best wel een ingewikkeld discussie zit. Gelukkig heb ik het dat de aandeelhouders, grotendeels de gemeente is, die deze groei helemaal niet heeft. En dat je dus met elkaar kan kijken naar als we het voldoende verdienen om het pand te onderhouden en de veiligheid te garanderen en te kunnen investeren in steeds duurzamere doen van onze activatie, dan is het goed. En we hoeven dus niet aandeelhouders blij te maken met allerlei dividenden. Maar dat is natuurlijk niet hoe de wereld grotendeels op dit moment nog steeds draait bij grote bedrijven. En dat is mijn vraag. Is het niet hoog? Nee, helemaal eens. Helemaal eens. Dat, dat betekent dus, en heel vaak, nou ja, ik bedoel, volgens mij zitten niet alle aandeelhouders in Nederland andere grip. Maar dat vind ik heel erg. Als je kijkt naar de manier waarop we continu naar die focus gaan en continu meer en meer en meer willen. En dat geldt namelijk niet alleen bij bedrijven. Dat geldt ook bij de mensen zelf. Mm-hmm. Ik kom uit, als ik naar mijn ouders kijk, dat is hoe ik ben opgegroeid eigenlijk. En ik weet ook niet waar het al mis is gegaan in onze generatie. Maar mijn vader, die bij nog geen verbouwing van 10 jaar geleden, haalde die alle spijkers nog uit het hout. En toen gaf hij het einde van de dag gaf hij mij een doosje. En nou, dan zijn de spijkers voor de volgende. En dan kunnen we allemaal heel lachen over doen inderdaad. Want dat waren de mensen die ook aan het helpen. Wel, kijk wat je vader doet. Maar deed iedereen het maar. Mm. Had iedereen die doosje maar bewaard. En eigenlijk, volgens mij, is het gros van de ouders van ons, van mijn generatie, die hebben op deze manier geleefd. Die maakten hun radio, die maakten de fiets, die plakten de banden. En wij zijn ergens, hebben wij een afslag gemist en zijn we een weggooimaatschappij. Want niet alleen de aandeelhouders, we gooien het ook allemaal weg. En willen allemaal weer nieuw. Dus er zit elke 2 maanden willen we nieuw. Er zijn gelukkig wel heel veel goede ontwikkelingen. Tuurlijk, want we moeten voorkomen dat we in onszelf in de put praten. Ja, nee, maar het is, we zitten in de put. Ik vind dus eigenlijk, dat is wat mijn intrinsiek ook heeft geholpen, te realiseren wat ik van huis heb meegekregen en wat dus ergens along the way is verdwenen. Is verdwenen, ja. En niet alleen door mijzelf, maar voornamelijk ook door het wat me aangeboden wordt. En dat is dus door degene die ook in diezelfde generatie dit zijn gaan doen. Klopt. Ja. Even kijken in de zaal. Als je wat wil bijdragen aan dit gesprek, daar staat die microfoon. Loop er even naartoe en stel een vraag of doe een commentaar. Niet allemaal zo totaal verlegen mensen. Kom op.
Misschien in de tussentijd, terwijl ze mensen hun... Ja, nou, ik wil ook eventjes naar Eva, want er zijn de mensen in de chat misschien wel actief? Ja, mensen waarderen ook wel heel erg de eerlijkheid die hier aan tafel tentoon wordt gesteld. Maar er wordt ook hier gezegd, 2040 klimaatneutraal, dat is sneller dan andere voedingsmiddelenbedrijven. Heeft dat dan ook commerciële waarde, hè? Om dus vooruit om eerder, te stappen? Eerder klimaatneutraal te zijn. Ja. Dus wie weet dat? Is het marketing in plaats van... Ja, dat je er een businessmodel van maakt. Wie weet dat? Zeker. Stakeholder management. Ja. Ja. Wat zeg je? Stakeholder management. Stakeholder management. Ja. Dan ben je de big guy. Je hebt het over shareholders, maar het gaat natuurlijk steeds meer over stakeholders. Dus iedereen daar moet je rekening mee houden en samen kun je het doen. En met aandeelhouders is het wat moeilijk, want dat is voornamelijk financieel. Maar ik denk inderdaad, het gaat om transparantie. Alles wat je doet moet je kunnen onderbouwen, want anders is het greenwashing. Dat heeft geen zin, moet je niet doen. En ik denk, als ik naar mezelf kijk, maar ook kan ik me heel goed voorstellen, als je eerder bent dan je concurrentie, dan heeft dat een bepaalde waarde. Wat ik merk, wij zijn 2 jaar geleden klimaatpositief gegaan door te meten, focus op reductie en te overcompenseren. Plantaardig is daar een van de dingen van, maar we willen naar natuur inclusief, zodat je geeft in plaats van neemt. Maar dat is vooral voor niet je uiteindelijk de burger, zeg maar, onze gast of consument bij een Albert Heijn. Ja, leuk, maar het is weer zo'n label. Het moet vooral lekker zijn en niet te duur. En dat is denk ik wat elke voedingsmiddelenproducent herkent. Het is vooral voor alle andere partijen eromheen, de NGO's, je samenwerkingspartners, noem het maar op. Daarbij is het relevant. Voor ons in ieder geval, want sinds wij ons nek uitsteken, hebben we oneindige mogelijkheden. Maar misschien is het ook wel, en dat is nog veel die belangrijker voor bedrijven, wat ik vaak hoor van grote bedrijven, die een van de redenen om dit zeg maar hoog op de agenda te zetten is dat ze goed personeel willen. Absoluut. En mensen willen niet meer werken bij een bedrijf waarvoor ze zich moeten schamen op feestjes. Die markt is totaal veranderd, hè? Dat begint echt door te halen. We halen allemaal bij de grote corporates komen ze nu bij ons werken. Dat, ja. Absoluut. Dus het gaat erom niet alleen maar betaal wat meer dan een tientje per uur, want dat is één ding, maar ook wat is het DNA van je bedrijf? Ja. Zeker. Het is een aantal dingen. Ik denk dat we geen personeel kunnen krijgen. Het gaat meer dan over het geld en wat je kan verdienen. Ze willen horen waar je mee bezig bent. Geldt ook voor mezelf. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik werd gevraagd om CEO van Arena te worden, dacht ik van, oké, maar wat is dan wat doen we dan met elkaar? Dus ik heb eerst heel veel gesprekken gehad. En pas toen het gesprek ging over wat we als Arena doen op gebied van duurzaamheid, klimaat, inclusiviteit. En wat wij inderdaad ook de Climate Plus willen zijn in 2030. Hè? Dus dat is onze target voor de Arena. En daar zijn we echt structureel met elkaar mee bezig. Dat is voor mij de driver geweest om ja te zeggen tegen deze baan. En dat geldt dus voor de generatie na ons vele malen meer. Dus dat is de reden waar ieder bedrijf dat je op dit moment probeert te bellen voor wat informatie, ze nemen niet op. En iedereen heeft personeelstekort. Dat ligt hieraan? Dat ligt onder andere hieraan. We hebben ze zo, denk ik, dat ze ook andere dingen zijn gaan doen en de andere bedrijfsvormen zijn gekomen. Dus het ligt zeker hier aan. Maar ook als je kijkt naar aandeelhoudersvalue, daar hadden we het net over. Aandeelhoudersvalue die nu over groei en geld hebben. Ook dat gaat zometeen over welke positie neem je aan in dit verhaal. Want als wij als Arena niet op deze manier onze activiteiten doen, dan komt er straks geen Coldplay meer. Want die wil alleen maar naar plekken die kan laten zien dat wij snappen wat wij doen om de mobiliteit terug te brengen of anders in te richten, om anders naar het verhaal te kijken. Dus dan krijgen we geen Coldplay meer en dus geen inkomsten en dus geen aandeelhouderswaarde. Dus het zit ook aan die kant. Ja, is het trouwens alleen Coldplay die hier zo stevig in staat of zijn er ook andere bandjes? Nou ja, die zijn wel heel uitgesproken, want ik moet ook zeggen, er zijn ook heel veel bandjes die het wel roepen, maar toch ook wel greenwashing. Maar ook toch wel komen, ja. Nog één keer naar Eva. Eva, heb je nog toevallig nog één vraagje dat we snel kunnen beantwoorden hier? Ja, er werd hier nog gevraagd, hè, klimaatneutraal, is dat dan alleen maar je directe uitstoot of is dat de hele keten? Nou, in het geval van Coca-Cola is de hele keten en volgens mij van meerdere hier aan tafel. Dus tot aan ook de koelkast die bij onze klanten staat en de ingrediënten die we inkopen. We hebben nog wel ook de vraag, wanneer doe je dan wel genoeg op dit moment als bedrijf? Of kun je eigenlijk dus nooit genoeg doen op dit moment, omdat we nog zo ver van de oplossing zitten? Die geef ik aan Maurits.
Ja, dat is een hele algemene vraag. Ja, daarom geef ik hem aan jou. Ja. Dankjewel. Kijk, je kijkt welk product lever ik, welke dienst lever ik. Welke alternatieven zijn daarvoor? Op welke manier doe ik dat? Wat is mijn footprint op het gebied van grondstof? Waar komen ze vandaan? Hoe wordt dat hier naartoe vervoerd? Worden de mensen die dat produceren daar voldoende voor betaald? Zijn de arbeidsomstandigheden oké? Hoe zit dat in Nederland zelf? Hoe wordt het product gebruikt in de afvalfase? Kan gerepareerd worden? Nou, er zijn eindeloos veel aspecten waar je naar kunt kijken. Wat ook leuk is om te doen. En je kunt je vakmenschap daar optimaal in kwijt door dat gewoon beter te doen dan wie dan ook. En dan is het overigens aan de overheid om de normen zo te stellen dat de klaplopers, de bedrijven die de kosten niet maken of die te beroerd zijn om daarover na te denken of dat geld niet willen uitgeven, dat die gewoon buitenspel gezet worden. Nou, gewoon door normen te stellen, die ook te handhaven. Die normen ook steeds hoger bij te stellen om te kijken wat is de state of the art en wat kan er. En bedrijven op tijd, kun je het nu natuurlijk niet van de ene dag op de andere doen, maar op tijd aan te geven, daar gaan we naartoe. Zoals met klimaatneutraal, wat mij betreft kan dat niet snel genoeg beginnen. We hebben een minister-president die denkt dat we in 2050 kunnen beginnen, terwijl we eigenlijk gisteren begonnen hadden moeten zijn en het nu dus boven aan de agenda moet staan. Die dat ook voortdurend zou moeten uitstralen. Net zoals dat destijds bij corona was. Nou, dat was nog maar een gezondheidsdingetje. Dit gaat over de samenleving als zodanig. Ja. Dus die urgentie, nog een keer, dat wordt volstrekt op dit moment niet gevoeld. Dus op het moment dat je als overheid aangeeft, wij gaan daar naartoe, we gaan daarop handhaven. En als je dit niet doet, dan gaat het je geld kosten. In plaats van, het kost je nu geld om het beter te doen, om datgene te doen wat we eigenlijk zouden willen, maar waar wij gewoon eigenlijk geen handvaten voor geven. Ja, maar dan moeten jullie wel anders gaan stemmen. Jullie, niet ik. Laatste vraagje. Marnix, in jouw podcast heb je met heel veel grote spelers gesproken. Ik noem er een paar. Paul Polman, lange tijd CEO van Unilever. Feike Siebesma, lange tijd CEO van DSM. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Volgens mij hebben die drie met elkaar gemeen dat ze bekend staan als visionairs die niet schuwen om hun ideeën een beetje door te drukken. Is daar ruimte voor in Nederland? Een beetje wat jij zegt, de overheid moet, of ja, jij zegt de overheid moet wat meer pressie gaan uitoefenen. Marnix, wat denk jij? Maar hoe bedoel je hem dan? Want je zegt de overheid nu, terwijl nu, je eerst nu twee CEO's van... Nu zeggen we allemaal van we gaan erover praten en dan gaan we vergaderen en dan gaan we polderen en dan gaan we er nog eens over praten. Dan komt er een onderzoekje en dan gaan we dat bespreken. En we doen niks. En dat zie ik samenleving breed. Overal waar ik kom, zie ik die tendens. We praten heel veel en we doen weinig. Hebben we niet een paar stevige types nodig die zeggen, jongens, dit is wat we gaan doen. En zo niet, doe je niet meer mee. Ik hoop dat er één naast me zit, natuurlijk. ik ben het er mee eens. En wat interessant is, kijk, Marjan Minnesma heeft natuurlijk gewoon de Nederlandse staat aangeklaagd. Feike Siebesma en Paul Polman hebben echt tegen hun aandeelhouders gezegd, leuk dat jullie op de korte termijn willen handelen. Ik wil op de lange termijn. Nou, Paul Polman heeft in zijn eerste 2 weken, meen ik. In ieder geval in zijn eerste maand of zo heeft hij gezegd, ik gooi de kwartaalcijfers eruit. Dat jullie mij op de nek willen zetten is prima, maar ik doe er niet aan mee. We gaan 1 keer per half jaar rapporteren. En dat zijn wel echt mooie stappen. Eerder vandaag werd er ook al gezegd door, ik ben de naam van haar even vergeten, maar de neurowetenschapper Aitja Sapora. Heel mooi verhaal. Iedere keer 1% veranderen, dat leidt uiteindelijk tot enorm grote verandering. Nou, ik denk dat zij laten zien dat je in dat soort situaties met leiderschap, door kleine dingen te kunnen veranderen, zoals het weggooien van die kwartaalcijfers, uiteindelijk wel ook de toon zet en zaken echt op de kaart zet en ook zegt, de focus moet op de lange termijn. Ja, durf je dat aan, jij en je bedrijf? Nou, ik denk wel, kijk, uiteindelijk, er is ook geen alternatief. Er is zakelijk geen alternatief en er is moreel geen alternatief. Dus we zullen dat toch uiteindelijk moeten gaan doen. Het is wel een. We investeren er ook veel in. En we kunnen op dit moment in ieder geval nog die investeringen in het voorkomen van klimaatdrama's ook nog wel combineren met groei. Maar daar zal een keer een tijd komen waarin misschien de samenleving andere dingen van bedrijven gaat vragen. Daar kijken we naar uit en of we dan nog relevant zijn. Het is volop bezig, Jaap. De samenleving wil andere dingen van bedrijven. Ja, en daarom investeren we ook al die dingen. En tegelijkertijd is de samenleving, zeker in deze tijd, en maakt me ook wel een beetje huiverig
over. Als mensen weer krap in hun portemonnee komen, dan naar goed Duits gezegde is dat erst das Fressen noem dan die moraal. Dat voor de Duitsstalig onder ons. Dat is ook een component waar je van denkt van, oh, dan gebruiken we deze tijd om door te zetten? Of gebruiken we deze tijd om een pas op de plaats te maken, omdat we grotere crisis hebben om te managen? Of dat nou voor bedrijven gaat, of voor 17 miljoen Nederlanders, of voor een paar miljard. En welke kies jij? Nou, wij zetten graag door. Dat doen we trouwens ook, want die fabriek die is klimaatneutraal. Ik vind dat verhaal van jou vind ik super gaaf. De mensen die hier aan tafel zitten, daar heb ik het volste vertrouwen in. En ik heb ook het idee dat ons bedrijf aan de goede kant van de streep zat en dat we de juiste richting hebben. Misschien dat we nog harder kunnen, maar we gaan denk ik goed vooruit. Maar nogmaals, er is geen alternatief. Ik heb het al eerder gezegd vandaag. Ik denk als een bedrijf als Coca-Cola de hele wereld kan, ik noem het dan maar even, opzadelen met een kerstgevoel, dan kunnen jullie hier ook wat mee en de kar trekken. Ik daag je uit. Dat is wat ik zeg. En daar laten we het bij voor nu. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Maurits, Tanja, Wouter, Jaap en Marnix. Dank jullie wel. Tot ziens. Ik laat jullie even aan tafel, want ik ga bij de tekenaars kijken hoe het daar gegaan is. Justin en Antoine, vrienden, hoe is het gegaan? Goed. Goed. Heel goed. Heel goed. Ja. Veel. Kunnen we wat zien al? Ja, ik heb net ontvang ik nog van Jus wat tekeningen. Maar ik bedoel, waren de lastige momenten dat je denkt, oh, hoe krijg ik dat toch getekend? Het verhaal van die datum van februari. Ja, we hebben even, voor nu even een kalendertje getekend, maar dan moeten we nog even het verhaal eromheen ook even wat beter in beeld brengen. Je hebt het nog niet af, hè? Dat moet je nog gaan afwerken. Dit. Nee, we gaan dit nog uiteindelijk. Maar schrokken jullie daar ook zo? Ik vond dat 29 juli al zo ontzettend vreselijk vroeg in het jaar. Ja. En nu was het, Maurits, 19 februari? 19 februari, ja. Verschuwelijk. Wat een landleven in. Wat heb jij, wat kwam jij tegen, Antoine, waarvan je denkt, jeetje, hoe krijg ik dat op papier? Nou ja, eigenlijk, het zijn heel veel verschillende losse dingen. Dus ja, ze zitten nu een beetje patchy over het veld. Maar op zich hebben we wel, denk ik, het meeste wel goed kunnen vangen. Oké, nou, we zijn heel benieuwd. Jullie gaan dit afwerken. Jullie hebben nog een sessie die je gaat tekenen. Maar je hebt hartstikke druk vandaag. Mm-hmm. Want de mensen hier, maar ook de mensen thuis, die willen dit natuurlijk gewoon in hun mailbox ontvangen. Precies. En graag zo snel mogelijk. Want we zitten nou eenmaal in een samenleving van snel, snel, snel. Dus ik zou zeggen, doortekenen. dank jullie wel. En dat klopt, hou je mailbox in de gaten. Die tekening komt vanzelf. En dan kun je denken, wat hebben die mensen nou toch allemaal besproken aan die tafel over klimaatneutraal worden? Nou, dat zit dan in die tekening. Kom ik er ook op voor? Nee. Natuurlijk wil ik dat. Oké, dan doe jij de volgende sessie ook? Goed. Dank nogmaals aan al mijn gasten. Dank jullie wel. Vergeet niet om een goede reden op te geven om trotse eigenaar te worden van het boek dat uitgegeven is door Maurits, Drawdown. 5 exemplaren hebben we te vergeven. Wat volgt er nog meer deze middag? Aan het einde de sessie over verpakkingen. Ja, dat wordt er ook eentje. Dan is er ook nog een sessie over water. Die wordt door iemand anders geleid. Maar inderdaad, om 4:30 dan ben ik weer bij jullie over de verpakkingen. Graag tot dan.